vandaag in Utrecht, langs de gracht, in een hele grappige tunnel. En we hebben vandaag een videoclip opgenomen voor mijn liedje Dromen. We doen die runs, doen we denk een keer of 5, misschien 6, als we tijd hebben. Oké. En elke keer gaan we de camera's ergens anders neerzetten. En per run ga ik je vertellen wat we doen. Ja. We beginnen nu zo. De ene keer pak je die camera en de andere keer pak je die camera. Ik werd vandaag niet gesteld. Ik heb zelf mijn haar gedaan. En mijn kleren heb ik wel gewoon van de stylisten gekregen. Alleen hier zijn geen kleedkamers. Dus ik heb me omgekleed in een winkel daar. In een wc heb ik me daar omgekleed. Mijn liedje is nu helemaal af. Vorige week hoorde ik het eindresultaat. En ja, ik vind hem echt super cool geworden. En ja, een hele leuke beat eronder. En hij is echt heel cool geworden. Oh, oh yeah. Om 9 uur zijn, toen heb ik me eerst omgekleed en daarna ging ik naar deze tunnel en de cameramannen stonden al helemaal klaar. En toen moest ik in het midden van de tunnel gaan staan en we hebben daar shots van achter en van voren opgenomen. Ik moest tegen de muur staan, ik moest tegen de muur me afdrukken van de muur en ook je blik opnemen, dus heel dichtbij en heel ver af. En ja, dat was heel leuk om te doen. De regisseur Roy gaf me aan het begin wel een paar tips. Want als je de camera hebt en jij staat zo, dan zie je mij niet meer. Dus ik moest heel veel zo bewegen, maar niet heel veel zo bewegen. Want dan zo ben je sneller uit beeld dan dat je zo uit beeld bent. En lekker veel energie, maar dat ging wel goed volgens mij. Het eindresultaat, ja, daar ben ik heel benieuwd naar. En ja, ik denk dat hij wel echt heel erg leuk is geworden. Ik heb mijn best gedaan. Hartstikke goed. Heel veel energie. Super. Dankjewel.